Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Assalamu alaikum kamleen. Merhaba bikum fi video jadid diali. Lyoma ghadi ndilkom masker dial shahr. Vandaag ga ik haarmasker doen. En deze haarmasker is ook bedoeld voor zeg maar als je heel veel pluisjes hebt, maar ook voor haaruitval. Hada masker li yaqil shahr li nashif w hatta ila andki shahr kaytih lik. Ik heb heel veel vragen nagekregen, dus vandaar dat ik nu deze ga doen. Wat je allemaal nodig hebt is aloe vera, aloe vera, tehtaji, castorolie, zietelgaroer, kooksolie, zietelkook, avocadoolie, zit lavoca. En dat was het. Deze ga ik dus in de mixer doen. Dus dan ga ik hem dus gewoon schillen. Ik laat het even zo zien hoe ik dat doe. En dan haal ik alleen de binnenkant. Ik ga het gelukkig om mij, waarin wil ik hem kijken. Nou, kijk, ik ga het nu alleen de binnenste kant en dat doe ik op deze manier. Dus dan haal ik eerst de zijkant, waarin de lul het de tarf. Waarin een glaasje zo. Dus ik heb alleen de binnenste kant nodig. Ik doe het nu even een beetje snel. يعني انا نحتاج غير هذيك الدخلانيه dus ik ga nu eventjes helemaal schillen en dan laat ik het zo. Nou, kijk, ik heb dus alleen de binnenkant eruit gehaald. هي شوف البنات راني حيدت غير هذاك البستاني اللي فيها. انا غادي دابا نطحنو. Even olijfolie voor me pakken. Nee, hoeft niet, hoeft niet. Nou, ik ga nu de kokosolie erbij doen. Een theelepel is genoeg. Waarom? Dat rem el casserella. Ziet de kook. Avocado, zit lavoca en iedert ook een theelepel, zit garoir, castorolie, maar ik heb deze al open, dus deze ga ik gebruiken. En deze olie, ik heb even gekeken, die zijn allemaal hier in Nederland ook verkrijgbaar. Zo. Als je wil, kun je ook olijfolie erbij doen. Ik ga wel olijfolie erbij doen. Wil je even olijfolie aan jou? Mijn assistent is hier. Dus ik ga wel olijfolie erbij doen. Maar die zit aan je en zit aan je zit zitten. Die andere. Die donkere. Zo, dan ga ik hem goed mixen. Olijfolie, dankjewel, Habibo. Olijfolie doe ik wel 3. Hij is zoveel benet. Olijfolie. Ik wou eerst geen olijfolie erbij doen, maar ik doe het wel. Hij is benet. Het letter die al ziet zitten. Vloel mag je bij een dier ziet zitten, maar ik in de bar het in dier.
En dan ga, oeps. Dan ga ik het dus goed mixen. En ik ga het heel, ik ga het natuurlijk niet voordoen. Maar ik laat wel even, ik ga het proberen uit te leggen hoe je het beste kan op je hoofdhuid. En dan kan je het net heel schaar. En dan mag het een vooral wat in orde komt. Kijk, dan doe je dus iedere keer een scheiding in je haar. En je pakt. Kijk, het is zo. En je pakt dus zo'n klein beetje. En dan probeer je. Ik ga het even mannen. En dan probeer je iedere keer, dus iedere keer zo'n scheiding. En dan echt zo erin smeren. Mag ik het op jouw haar even doen? Ja. Alleen laten zien. Ik doe niets. Ik laat het even bij mijn dochter zien. Kijk. Ze heeft net gedoucht, dus ik ga het niet bij haar insmeren. Maar ik laat alleen even zien hoe ik het. Wat ik ermee bedoel. Kijk, gaat dit verkeha kaloel shar. Zo. Hoe gaat dit diri hakken? Dus je pakt een beetje en dan doe je hem zo. En dan maak je weer zo'n scheiding. Hoe gaat die auto niet verkeha? Hoe diri auto niet hakken? Hoe hakken auto niet verkeha? En zo ga je dus verder. Dus zo doe je je hele haren. Het stimuleert ook het haargroei. Zo, dus en dan laat je het. Ik laat het zelf, ook bij mijn meiden, laat ik het meestal een uur inzitten. En hij mij gaat in deer ha. Mij kan deer ha normaal. Ik wil de benetie kan. Mij kan deer ha normaal. Hoe lekker de benetie kan geliha. Tegreben sa. Maar als je langer wil, is ook geen probleem. Het maakt geen als je haja liga dit daarin labret dit geliha akter. Dus je hebt, het is allemaal bio dingen. Het kan geen kwaad als je hem langer in laat zitten. Maar ik doe het gewoon een uur. Meestal ook een half uur. Nou, ik hoop dat jullie het gaan proberen natuurlijk. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als er mensen zijn. Want ik krijg natuurlijk wel berichtjes van, oh, ik heb dat geprobeerd en zo. Dat vind ik natuurlijk wel heel leuk om te horen. En nogmaals, ik geef alleen maar. Sorry, ik ga het even vertalen. Lebenet en ik heb een ideaal komen. Jullie mening vind ik ook wel heel belangrijk. Wat jullie daar zelf van vinden. En ik geef zelf pas dingen aan als ik het ook zelf heb geprobeerd en als ik er tevreden over ben. Stel dat ik iets voor het eerst met jullie deel en ook zelf voor het eerst probeer, dan ga ik het natuurlijk ook zeggen. En daarna geef ik ook mening wat ik ervan vond. Ik ben net aan het kijken naar de haja die ik kan proberen. De haja die ik niet heb geprobeerd, kan ik proberen. En ik zal jullie met me zien. En ik zal jullie zeggen dat ik het voor het eerst heb geprobeerd. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. وحتى المرة أخرى وباقي نعدي نشوف الفيديو ناتخرين ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en ik ga het nu natuurlijk hierbij afsluiten. Wil jij nog wat zeggen, Aya? Ja, abonneer natuurlijk op haar, dat is wel zo aardig. Doei!